Dit gaat wel werken, denk ik. Zo ga je niet meer aan. Ja. Oh, maar nu zitten ze op mij allemaal. Ah. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Ik ben Anna. Mijn naam is Ize. En vandaag is het voor de verandering opnieuw 30 graden. Dus wij hebben een superleuke zwembad-challenge. Achter mij zien jullie een aantal trampolines. Wij gaan één trampoline in het zwembad plaatsen. En wie als laatste de onderwater trampoline verlaat, die wordt de challenge van vandaag. Mooi. Dat is de challenge. En ik ga winnen. Nee, ik ga winnen. Nee, ik denk wel dat Ize niet gaat winnen. Ik denk dat Celine gaat winnen vandaag. Ik ga winnen. Ja? We moeten deze trampoline in het zwembad zetten. Dus, Anna! Oké. Okay. Oei, oei, oei. Wauw. Daar is ze dan, onze helper. Ja. Oh. Ik ga hem. Uh-oh. Nu moet de trampoline zakken. Oh my god. Haar maar op, Anna. Oh, kijk. Dat 3, 2, 1. Ja, daar gaat ze. Huppa. En Anna volgt. Go. Huppa. En Ize volgt ook. Huppa. De meisjes gaan als eerste op de trampoline. Nu ga ik erbij en dan is de challenge officieel begonnen. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oh, die trampoline zweeft. Ja. Ah, maar nu is ze naar beneden. Ah. Oh, dat is raar. Challenge is begonnen. Ja, ik ben benieuwd wie deze challenge zal winnen. Ik sowieso. Ik ga Anna eraf gooien. Nee. Oh. Anna, er is een vlieg op je hand. Ja. Nog steeds. Dan is op je neus. Anna, alstublieft. Pardon. Een vlieg op je oor. Het is tijd geworden voor de eerste challenge. En dat is dat we allemaal een koprol gaan doen. Koprol. Ja, en Anna begint. Ik dacht dat ik naar hier komen. Nee, ik zit er nog op. Zijn benen. Ja, maar ik zit erop. Ik zit er nu op. Wauw. Oh, daar gaat ze niet. Waar is ze? Hier is ze. Maar je bent er nog. Je bent er nog. Goed gedaan. Nee, op je voorhoofd. Oh, dat is wel echt. Vlieg op je neus. Wat is dit? Anna. Dat ben ik val. Anna, je mag niet iemand van de trampoline. Ja, echt waar. Ik heb ook een vlieg. Check. Ja. Waar? Eeuw. Ja, op mijn voren. Het is hier een vliegenplaag. Cameraman. Welkom bij de GoPro, want het is tijd voor de eerste onderwater challenge. Wij gaan alle vier onder water op de trampoline natuurlijk. En wij gaan één woord zeggen en jullie moeten raden in de reacties welk woord we zeggen. Ik ben hier de challenge super serieus aan het uitleggen. Dat is ons fout. Ja. Hij heeft niks gedaan. Ik hoor hier achter mij. Ik was gewoon aan het kijken, aan het dromen. Ik ga dus beginnen. Ik ga een woord maken met mijn handen en jullie moeten reageren welk woord het is. Maar vliegen komen waar het stinkt, toch? Ja, echt. Oké, ik stink het niet. Je mag mij niet afdoen. Het zit hier echt vol. Anna, op je hoofd. Echt, op je hoofd is echt. Ja, echt. Wat is het? Er zitten echt 6 vliegen. Anna, er zitten er 3 op je hoofd. Dat is niet normaal. Het is echt niet normaal. Dit zijn zelfgemaakte handboeien. Oké? En 2 mensen gaan voor de rest van de challenge geboeid aan elkaar zijn. Oké. We doen blast en schaar. Heb je hetzelfde als iemand anders, dan zal je geboeid zijn met die persoon. 3, 2, 1, go. Blast en schaar. Oh, jullie 3 worden geboeid aan elkaar. Oh, iets op je hoofd, op je hoofd. Oh, het zijn er veel. Ja, maar nu zijn jullie geboeid aan elkaar. Hè. Dus oh, nee. Die vliegen voelen dat.
gedaan. Wat is dat hier? Waarom moet Anna in het midden? Ja, nee, dat beslist hebben we. Ja, jullie kunnen ook nog aan elkaar, hè? Dan hangt iedereen gelijk vast. Hoezo nee? Dat was niet in de afspraak. Was er een afspraak? Ja. Want die vliegen die maken de challenge echt moeilijk. Ja, normaal. Dus heel de tijd. Ah, mijn weg! Help! Help! Het is een vliegen naast me. Op je hoofd, op je hoofd! Op je hoofd, op je hoofd! Ja, buur! Ize zegt dat ik ook vol bij vliegen zit. Wat is dat, man? Oh, niet normaal. Er is hier wel een boerderij hierachter. Nu weet komen ze van de boerderij. Hangen jullie vast? Ja. Doris? Oh, ik wil een hoed. Ah, dat is voor mijn hoed. Oh, mooi. Mama heeft bescherming tegen de vliegen. Yay! Ja, oké. Okay. Ja. Dit gaat wel werken, denk ik. Zo ga je niet meer aangevallen worden. Ja. Oh, maar nu zitten ze op mij allemaal. Sinds de hoedjes hier zijn, zijn er geen vliegen meer. Oh ja, op je hoofd. Echt? Ah, oké. Okay. Iets te vroeg gejuicht. Maar eentje is wel beter dan 100. Oh, nog een hoedje. Ja, op je voorhoofd. Voilà, alle vliegen weg. Maar Anna heeft net verteld aan haar grote zus Ize dat ze eigenlijk veel te koud hier is. Ja, en ze doet het ook. Anna, het is 32 graden. Ja, echt, Anna. Zo wat niet. Ja, maar... Oh, het is toch warm? Oh, al die vliegen zijn terug. Zet het terug op haar hoofd. Valsspeler. Ik kan er ook wel. Ik kan er ook nog heen. En Ize is ook een valsspeler. Oké, Anna, je mag de challenge verlaten. Doei, Anna! Doei! Hoe speelt weer? Oh, ja, ja, dat raakt het nog. Max! Anna is uit! Ja, zo ziet het eruit van bovenaf. Anna is in slaap aan het vallen. Ja, ik denk het ook. Anna? Anna? Wakker worden. Wakker worden. Oh, dat is echt erg. Wij gaan elk op de beurt onder de trampoline door. En wie het niet haalt, die verlaat de trampoline. En wat gebeurt hier achter mij allemaal? Wat is het? Ize, wat vind jij van Celine? Graag. Graag? Ja, dat is wel een samenvatting. Ja, want die vliegen zijn wel niet normaal, hè. Hallo. Ik ga eraan beginnen. En ik moet dus daaruit komen. Let's go. Wat? Nieuwe challenge, koprol zonder handen. Wie faalt, verlaat de trampoline. Oh nee! Zijn niet meer voor vandaag, want mijn mama heeft een ander idee. We hebben hier een baarkruk en ja, we moeten daarop gaan zitten. Ik ga dat eens proberen. Ja, oké, ik zit erop. Oh nee! Ik ben er nog, ik ben er nog, kijk, ik ben er nog. Ik heb je trampoline. Een trampoline. Oké, maar erop zitten is wel dangerous. Het begint totaal niet koud te worden. Ik ben niet aan het bewegen. Nee. Oh, al die vliegen. Eigenlijk wil ik er gewoon af. Er zitten twee vliegen in je haar en één op je oor. Ik heb er echt genoeg. I'm out! Nee, wat doe je? Is Celine gestopt met de challenge voor wat vliegen? Dat meen je toch niet? Nee. Voor die vliegen? Ja, ik heb er genoeg van en ik heb honger, dus ik ga eten. Wat is dit? Ah, ik ben gestoken, denk ik. Ah, echt waar. Ah, wat is dit, man? Celine heeft wel gelijk. Ries in je voorhoofd. Zit gewoon een vlieg op je voorhoofd. Ja, je bent wel de slimste. Ja. Dat is zo duur. Maar eigenlijk zitten wij ook nog op de trampoline, maar dan uit het water. Ja. Ja. Maar hier is het wel beter, vind ik hoor. Ja, veel warmer. Ja, veel warmer, minder vliegen. Dus eigenlijk ben ik blij dat ik de challenge heb verlaten. Mijn vliegen zitten op je knie. Oh nee, dus hier zijn er ook vliegen. Laat weten in de reacties wie de finale gaat winnen. Wat denk jij? Michiel of Ize? Oh. Ize? Ik denk Michiel. Maar het moet wel echt ijskoud worden, geen grap. En hoe is het met de vliegen?
Ja, beter. Ja, geen commentaar. Het is tijd voor de finale. En voor de finale challenge gaan we de stoelendans doen. Ik ga hier twee stoelen op de trampoline Eén, zetten. Eén, hè. Of kom je Eén stoel. Oké, één stoel bedoel ik. En ja, jullie gaan de stoelendans doen. Wat? Ik ben hier niet goed in, jongens. De stoelendans doen. De stoelendans doen. De stoelendans. Dus Anna is onze DJ en zij regelt de muziek. 2, 1, start. Daar gaan ze. Wie, oh wie, zal deze challenge winnen? Die stoel draait. 5 minutes later. Oh, de stoel! Oh, Issa zit al hard. Ja, Issa zit op de stoel, man. Issa zit op de stoel. Maar... niet meer op de trampoline, toch? Oh, oh, oh. Ik denk dat Issa wint. Ik denk nog een tuurtje. Nee, ik vind dat Issa wint. Oh. Omdat zij eerst op de stoel. Ik zit daar. Challenge, wat vind je dat er eerst op de stoel? Nee, de challenge is wie als laatste de trampoline verlaat wint. Oh. Misschien moeten jullie beslissen in de reacties. Ja, dat vind ik ook. Wie deze challenge wint. Dus laat het weten. Ja. Bedankt om te kijken. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Peace! Peace.